je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Ja, en met de drukte op de achtergrond staan we nu op het terrein van scholengemeenschap Kwata HAVO VWO. Waar leerkrachten, tenminste geen leerkrachten, maar leerlingen een beetje ontevreden zijn over situaties. Ze hebben ons gebeld en we zijn hier. Maar ja, we kunnen die leerlingen niet spreken omdat de directeur dat nu op dit moment niet nodig vindt. Maar het gaat erom dat het is viraal gegaan. Leerlingen zijn afgeschreven nadat ze dus dan zaken hebben gepost over het terrein dat onder water was en al die zaken. Is dat waar? Daarover zullen we kort praten met de directeur. Wij mogen de leerlingen niet spreken, dat vind ik best wel jammer. Want zij willen ons wel spreken, maar laat ons even horen wat mevrouw Rasool Baks daarover zegt. Ze is directeur hier. Hoe gaat het met die directeur? Met mij gaat het goed. Hele rumoerige situatie hier op je school. Ja, ook dat moeten we aankunnen in ons beroep. Waarom deze situatie? U geeft het zelf aan. De kinderen hebben aangegeven, meneer, wilt u alstublieft, dat kinderen zijn afgeschreven, maar dat is niet waar. Ik ben niet bevoegd om kinderen, leerlingen af te schrijven. Dat gebeurt alleen met toestemming van de inspectie. En waar waren die informatie dan? Ik weet niet. Het zijn kinderen die zijn opgeroepen voor vandaag, voor allerlei posts die ze hebben geshared. Maar daarover zijn er afspraken met de inspectie lopende. En niemand is afgeschreven. U mag dat ook natrekken bij de inspectie. Het zou in samenspraak met de inspectie moeten gebeuren. Waarom zijn ze opgeroepen? Omdat ze video's hebben gepost over een terrein dat onder water is? Nee, ten eerste omdat ze leerling zijn van de school, niet onder water. Er zijn ook een heleboel krachttermen en allerlei zaken aangehaald ten aanzien van... ik zal die krachttermen niet gebruiken. En wij hebben een opvoedende taak, dus wij moeten ze wel erop attenderen. Social media is vrij, daar komen we niet aan. Maar als leerling, als deel uitmakende van de school, moet je ook wel opkomen voor je school, toch? Ja. Begrijpt u? Wat gaat er nu gebeuren? Want de kinderen zijn binnen, ze zijn niet in de lokale. Dus ik ben ertussen gekomen. Ik ga ze nu vragen om naar de lokale te gaan. En gaan ze wel? Dat weet ik niet. Kunnen we dat moment meemaken? Nee, meneer. Kunnen we met één leerling praten om te weten wat het verschil is? Geeft u me... Het is hoor en wederhoor. Ja. U moet me de ruimte geven om alle zaken in alle rust en met het ministerie samen op te lossen. Dus we mogen ze niet spreken? Liever niet. Dat is wel een kwalijke zaak. Ik begrijp u, maar u moet proberen mij ook te begrijpen. Ja. Ja? We zullen dat moeten aannemen, want we mogen de kinderen niet spreken. We hebben het gehoord van de van het schoolhoofd. De leerlingen zijn niet afgeschreven. Dat kan alleen met tussenkomst van inspectie. Dus we moeten dat meenemen. Maar ik zou echt wel iets willen weten van de kinderen zelf. Maar jammer dat we dat niet kunnen doen. U kunt natrekken met de inspectie, meneer. Als de kinderen zijn afgeschreven. Ze willen wel praten, mevrouw. Mogen jullie praten? Nee, meneer, zit u wat te doen? Ja? Oké. Okay. Nee, meneer. Ik heb niets gezegd. Alfons, alsjeblieft. We hebben echt recht in vrije media speech, meneer. Maar ik heb je ruimte gevraagd. Ja, je hebt ook een ruimte zodat je onze vrije mening mag doen. Nee, ik heb je gezegd, je moet niet. Niet is het onder... Ja, maar zij wil niet. Nee, ze kan ons niet verplichten, want ze is niet. Je bent ze zijn op niet school, onze ouders. Schatje. Dan gaan we even naar buiten. Maar nee, dit gaat gebeuren. Je tot 1 uur. Kunnen we naar buiten? Nee, dan gaan we naar buiten. Als we niet binnen kunnen spreken, dan gaan we dus naar buiten. Dan zijn we niet op het terrein, maar buiten het terrein. Want eigenlijk, we willen hoor en wederhoor toepassen om te weten wat er allemaal aan de hand is. En... Ja, bijna de hele school is... Staat achter ons. Dit is gewoon een stille protest. Dit is gewoon een... hoe heet het alweer?
Er is een manier van uiten van hoe het tegen deze leiding is gaan op deze school. De leiding op deze school is helemaal niet goed, met name onze OD. En we zijn al moe daarvan. Dit gebeurt al 5 jaar of 3 jaar lang zo. De leerkrachten kunnen onszelf niet helpen en daarom hebben wij vandaag onze keuze gemaakt om het zelf te doen. Al jaren zetten ze ons onder druk. We vragen om hulp, maar we krijgen het niet. En vandaag hebben we het nu en we pakken onze kans. Ja. Dus al wil ze ons stoppen, dat gaat ze vandaag niet kunnen doen. Vandaag pakken we onze kans. Maar wat is de situatie zelf? Onze OD, ze is, hoe moet ik het zeggen? Ze is bazen. Ja. Ze is bazen. Ze doet alle, ze luistert niet. Ze doet wat ze maar wil. Ze doet het met, zoals leerlingen, ze doet het met leerlingen en leerkrachten. Niet alleen met ons. Maar, de leerkrachten hebben ook moeite met haar. Ja, de leerkrachten hebben ook moeite met haar. En u kunt ze zelf ook vragen. Ze hebben echt moeite met haar. Ik ook hoor. Ze hebben echt moeite met haar. En onze video, wat we gisteren hebben gepost, is onze eerste interview. Is alleen één van de meerdere dingen die ze met ons heeft gedaan. Dat is gewoon één van ze. Die andere mochten we gewoon niet filmen of ze kwamen gewoon niet naar buiten of wat. Maar ze heeft echt meerdere dingen met ons gedaan. En hoe heet die onderdirecteur? Ik ben jarenlang hier op school en ik heb er nooit lief of goed ervaren. Dat moet ik... Hoe heet die onderdirecteur? Daram Singh M. Okay. En ze is nu op hier nog? Nu op school. Ze is hier op school. Ze vertikt het om naar buiten te komen om te kijken wat zij hier veroorzaakt. Dit alles heeft zij zelf veroorzaakt. Wij zouden niet zo gedragen als zij niet deed als het OD. Want gisteren, ik weet niet of je een video had gezien gisteren, daar zag je dat kinderen zet blote voet met sokken, patta in vies water komen uit het goot. Is bacteriën en het is onhygiënisch. Kinderen kunnen ziek worden hiervan. Ik ben zelf ziek geworden. Ik moest toch op school komen. En dan zegt ze van ja, ouders mogen niet naar binnen rijden omdat daar dan zou worden beschadigd of wat. Ik weet niet wat ze dan zei. Sorry, dit is de grappigste stuk. Haar zoon komt mooi droog op school. Zo, hij wordt afgezet vlak daar. Dan komt hij droog naar boven. Dat is niet. Ja. Maar wat willen jullie eigenlijk? Dat die onderdirecteur weggaat of zo? Weg met de leiding. Weg met de leiding. Gewoon weg met de leiding. We zijn echt aan move hiervan. Weg met de leiding. Als wij opkwamen voor onszelf, dat er misschien een eenheid zou kunnen. Ze zou naar ons luisteren. Maar nee, gisteren heeft ze mooi geweest dat ons mening niet van belang is voor haar. Ze lacht ons uit wanneer we praten. Ja. En elke keer hoor ik, wanneer er een probleem is, praat het uit. Wanneer we dat doen, mag niet. Nul geroepen, hè? Nul. Lees op een nul. Ze zei van dat ik een nul ben en ik mag niet opkomen voor mezelf, want ik ben niet hun level. Echt waar? Ja, dat hebben ze gezegd. Moet je dat horen van de onderdirecteur? Ja. En terwijl de... Mooi meisje. Mooi meisje, hè? Heel mooi, lees op een nul, lees op een nul. Nee, toch? Nee. Lees op een nul. En zij is niet de enige slachtoffer hoor. Vanmorgen waren er nog een aantal kinderen. Dat jullie krachttermen hebben gebruikt. Dat is waar, dat is niet waar. Als er mensen daar buiten zijn die krachttermen hebben gebruikt, zitten ze dan niet hier op SGK, maar ergens anders. Maar we hebben dat helemaal niet gedaan, we zijn studenten. We weten dat dat toch niet mag. Waarom zullen we dat willen doen? Nee, we hebben het helemaal gedaan. Mensen aan het bedreigen dat ze alle kinderen die het hadden gescheerd, zouden ze afschrijven. Nu, dat we eindelijk aandacht krijgen, is dat het niet waar is. Ja, maar dat zegt ze me ook. Ze zegt, het is niet waar. Ze zal dat doen. Ze heeft me ook gezegd. Ze heeft het zelf gezegd. Bang te maken door af te schrijven. En dan zegt ze, ja, het was niet zo bedoeld. Ik probeer ze gewoon bang te maken. Oké, dan moest je het niet zeggen. Bedoel ik toch ook? Nee, en ik was verplicht een apology tekst te schrijven en te posten op social media. Ik was verplicht dat te doen. Heb je dat gedaan? Nee. En ze vonden ook van ja, ik ben verkeerd geweest en al die dingen. Dus daarom moest ik het doen. En, op, en als dat niet genoeg was, zouden ze met een mic midden op het school erf zetten, zodat ik dat moest zeggen. Dat juffrouw Dharam Singh niet schuldig is. Maakt u dat nog mee in, jawel, in anno 2022? Jawel! Er zijn studenten van de 6e klas die ik zelf mee heb. Ik zit al 3 jaar lang hier op school en ik heb er nooit goed lief ervaren. Ze is nooit lief geweest. Ik zit maar 1 jaar hier. 2 jaar wordt het. Nog steeds kan ik niet eens goed met haar praten zonder dat ik een bak. Je kunt me dan niet zeggen dat... Kijk, als ik het alleen was, dan zou je zeggen... Oh, Alphonse heeft wat tegen daarom zien. Maar de hele school. Dat kan toch niet? Kom op. Je moet voor alles betalen. Je brengt je rapport op tijd, is het 25 SRD. Je wilt naar huis gaan, een brief is 10 SRD. Als je geen studentenpas hebt. En je poort blijft dicht. Als we vrij zijn,
kunnen niet gewoon uit de school. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar dit lijkt echt op een concentratiekamp. En ik zeg het, dit lijkt gewoon op een concentratiekamp. En dat, ik geloof niet wat jullie zeggen, hè. Eerlijk. Kijk, ik ben al lang op het veld. Ik geloof dit niet. Ik heb dit nooit eerder gezien of gehoord. We moeten feesten, maar wij zijn leerlingen toch? We zijn studenten, we zijn nog jong. We moeten soms toch ontspannen en zo. Dat mag niet. Onze decanen komen zelf voor ons op om soms te zeggen van die kinderen moeten zich soms kunnen ontspannen. Want dat maakt soms dat kinderen zich, je weet, je kan je gaan frustreren op een bepaalde manier. Ja, maar en dan zeggen ze, nee hoor, het hoeft niet. Het hoeft niet, je moet gewoon naar school komen en je doet je ding. Dat kan toch niet? Ik zou u willen. Wat zei je? Als je het vrij bent, mag je de school weg. Mag je de school niet verlaten, ja. Tijdens vrij. Moet je blijven tot het laatste. Of dan moet je eerst een briefje halen bij de administratie. En je moet die briefje kopen. Het is niet dat je het gratis neemt. Je moet ervoor betalen om eruit te gaan, als het ware. Laat ik u ook een geval doorgeven. Meneer. Meneer zit hier op school. Tijdens het begin van het tweede kwartaal was corona weer eventjes aan de gang. Ze was dan aan het nissen, like één keer, gezondheid. En ze zei van, je moet dan naar huis, want daar heb je COVID. Waarom moet je, ik niet, dus nu mag ik niet meer nissen, dus dan moet ik ook direct naar huis. Oké, geen probleem, ze praat niet veel, ze is dan naar huis gaan. En dan zeggen ze van, ja, ze moet staan gaan swappen. Daaraan gekomen, zegt BOG. De poort wordt gesloten, dan gaan we dat ook meenemen, toch? Ik wil wel met de onderdirecteur praten. Praten met het OD. Ik zou wel met de OD willen praten. Want ik wil hoor en wee de roer toepassen. En we gaan dus dan zoeken naar de onderdirecteur. En waar is ze? We zijn op zoek naar de onderdirecteur. Omdat we haar... Wie kan me wijzen waar ze is? Waar is... Goedendag mevrouw. U bent leerkracht? Ja. Begrijpt u de leerlingen wel? Ik weet niet waarover het gaat, hoor. U weet echt niet waarover het gaat? Nee. Uw leerlingen zijn buiten. Oh, oké. Okay. Misschien kunt u ze dan vragen waar het over gaat. Maar wat vindt u van de situatie? Orde verstorend. Maar jullie kunnen ze niet tot orde roepen? Nou, dan moet u even bij de directie zijn. Okay. Ja, dank. Ja, oké. Okay. Mooi. We willen de onder... Om een van die leerkrachten te interviewen. Goeiedag. Kan ik even binnenkomen? Ja. Zou ik kunnen spreken? Want er zijn zoveel beschuldigingen gedaan over u. Dus ja, heel veel. Dus ik zou graag een interview met u willen hebben daarover. Oké, we komen straks bij u. Oké. De andere directeur gaat ons straks spreken. Dus dat zullen wij dus daar ook. De politie is erbij gehaald, zie ik zo. Ja, de politie is erbij gehaald. Dus we gaan dus dan checken wat er allemaal hier gebeurt. Het is... Dag mevrouw. Hoe gaat het met u? Goed. Wie bent u? Ik ben mevrouw Badan, Engels docent hier op school. Begrijpt u de leerlingen wel wanneer ze zo... Absoluut. We maken het zelf mee. Als leerkracht? Als leerkracht. Op dit moment heb ik een case bij de inspectie. Dat gaat vanaf maart. Van ongerechtigheid, verdeeldheid, dat gebeurt hier op deze school. En er is absoluut geen oor voor nog studenten, nog leerkrachten. En hoe doen jullie het dan? We nemen het als zoete koek dat er dit soort dingen gebeuren op school. Er gebeuren zoveel dingen hier op school dat niet kunnen. Niet door de beugel gaan, maar niemand doet iets. Hebben jullie al, u zegt, u bent bij inspectie gegaan? Ik ben bij inspectie gegaan. Inspectie heeft mij gezegd dat de mensen wel klachten deponeren, maar niet hun naam durven te zetten. Ja. Ik heb wel mijn naam gezet. De inspectie weet van dingen die niet goed gaan op deze school. De leiding moet weg? De leiding moet sowieso, er moet iets gebeuren met de leiding. De leiding is...
sowieso moet er iets gebeuren met de leiding. Absoluut. De leiding is arrogant en luistert absoluut niet naar de leerlingen en naar de leerkrachten. Er is nog een leerkracht hier, geloof ik. Ja. Hoe gaat het met u? We doen ons best. U begrijpt de leerlingen wel? Helemaal. De situatie is niet prettig. Kijk, ze maken recht. Ze maken gebruik van hun rechten. Hebben jullie gesproken tot de leiding als leerkrachten van hey, kunnen jullie even kijken hoe jullie zaken anders kunnen doen? Ik ga je eerlijk zeggen, dit is mijn eerste jaar op deze school. Toch? Ik weet niet wat er al die de voorgaande jaren gebeurd is. Het is mijn eerste jaar en je moet eenheid hebben. Heel veel praten wel in de lerarenkamer en hier en daar. Maar er is niemand. Kijk, als je... Men zegt een enkeling is een drenkeling, hè? Dus dat gebeurt er. Hoe ziet u dit aflopen? Recht voor de studenten. En ze willen, de leiding weg. Oh, ik weet niet wat. Kijk even rond. Er zal iets zijn. En misschien moeten... Het is een schoolinstelling. We zouden hun juist moeten begeleiden. En ze moeten openstaan toch daarvoor. Voor kritiek en voor commentaar en voor verandering. Dat is de toekomst van morgen. En je moet respect hebben daarvoor. Toch? Ik heb altijd een luisterend oor naar mijn studenten. Ik vecht met ze ook, maar ik hou ook van ze, dat weten ze. Geeft u met plezier les hier op school? Ik hou van mijn studenten. Maar de leiding geeft u met plezier? Met plezier, 's morgens aan vol enthousiasme, je weet toch? Zijn jullie niet bang voor rancune dat men iets gaat doen tegen jullie? Dat jullie nu praten? Ze mogen doen, wat gaan ze doen? We rekenen op de minister sowieso. Want wij leerkrachten zijn niet in dienst van de leiding, we zijn in dienst van... Het ministerie. Dus laat de minister me dan oproepen. Ik sta open. Of met mevrouw Armskerk. Laten ze ons oproepen. Geen probleem. Want je liegt niet. Kijk, als je liegt, je moet bang zijn als je liegt. Maar als je niet liegt, waarvoor moet je bang zijn? Ik doe niets verkeerds hier, toch? Aboem, veel succes. Dank je wel. Ja, u zou nog iets. Er zijn 4 kinderen afgeschreven. Kennen jullie de namen? Pardon? Er zijn 4 kinderen afgeschreven wegens dat geval van gisteren. De directeur zegt dat het niet waar is. Het is wel waar. Er zijn al kinderen weggegaan die zijn afgeschreven. Nadat een van de ouders heeft gezegd dat ze de VP heeft gebeld, is ze gestopt met afschrijven. Dus dat is een leuk ding om achteraf te komen met we zijn niet zo ver. Er zijn wel al kinderen afgeschreven. Van een van de kinderen is raaiende. Nee, Ashanti is niet afgeschreven, maar er zijn wel al at least 2 kinderen die zijn afgeschreven. Hoe ziet u dit aflopen? Wel, ik weet het. Ik kijk uit naar inspectie om een keer hier te komen en problemen echt op te lossen. Ja, we blijven het volgen. Ja, nog steeds live vanuit de scholengemeenschap Kwata. En we wachten nog even op de directeur. Wanneer we de ruimte krijgen om met de onderdirecteur te praten. De politie is erbij gehaald. En we weten niet als we dat kunnen doen. Maar we blijven nog even live hier. Ik ben live, Als ik kom, kom ik met mijn mic. Ik ben live. Ik ben beter met de school te praten, wacht even. Oké. De politie wilde ons spreken, maar dat kan even niet, want we zijn live. En als je met ons wilt praten, moet je live met ons praten. Nog steeds live hier, we wachten op de directie. Om even toch de onderdirecteur te spreken. Ik zei het al, daarnet wilde de politie ons spreken, maar ik ga niet uit die live. Dus als je met ons wilt praten,
Moeten ze dus dan met heel Suriname praten. Jullie moeten geen vernieling plegen, jullie moeten dat ding niet doen. Mensen, rustig, het is nog steeds een stille protest. Jullie zijn bang voor de politie? Nee, we zijn niet bang voor de politie. Maar we geloven wel dat er zonder geweld rechtvaardig is. Wij studenten, we luisteren. Ja. Als ze vinden dat we rustig moeten blijven, dan gaan we rustig blijven. Is dat niet waar? Wij hebben verstand. Wanneer wij vragen naar respect, maar wij kunnen ook geen respect zomaar geven. Ja, je moet het krijgen. Maar dat doen ze niet. Ze behandelen ons als dieren. Ze zijn groter dan ons. Het feit omdat zij de OD zijn, dan vinden ze van, we kunnen alle kinderen hier controleren. Maar vandaag niet meer. Als niet nu, dan wanneer? Het is al jaren zo. Als niet nu, dan wanneer? Directie is helemaal fout. Helemaal fout. Als daarom zingen wat zegt, toch? Als directrice moet je ook kunnen, moet je eigen mening moeten hebben toch, als directrice. OD moet niet alles bepalen toch, of niet? Moet de OD alles bepalen? Maar hoe ervaren jullie de directeur zelf, mevrouw Rasoul Baks? Mevrouw Rasoul Baks, ik dacht dat ze lief was. Wat ze vandaag heeft aangetoond, is echt onmenselijk. Want zij had dat meisje gezegd dat ze nul is. En dat vind ik echt helemaal niet goed. Eerlijk te zijn is onze directrice Rasoul Baks. Ze heeft, we hebben wel nooit wat tegen haar, ze is wel een lieve leraar. Maar we moeten aan het einde van de dag moeten we voor onszelf opkomen. En al heeft ze ons gevraagd om het niet te doen, moeten we het toch doen. En het we vragen ook jarenlang naar een oplossing en ze luisterden dan toch niet naar ons. En vandaag de dag moeten we dan ervoor kiezen om naar onszelf te luisteren. En dat doen we nu. That's it. Maar zijn jullie bang dat ze maatregelen gaan treffen tegen jullie? Niet kunnen. De media is hier. Als de hele school. Als de hele school wordt afgeschreven, dan wordt het geen school meer. Dan gaan we naar het ministerie. Wat gaan zij kunnen doen? Wat zei je? De leerkracht weet bliksems goed waarom we niet weg van hier kunnen. Okay. Maar je hebt ook problemen met de leiding. Ja, dat wat gisteren is gebeurd, vond ik onmenselijk. De kinderen moesten, het was helemaal vol. De kinderen moesten gewoon in het water lopen. En ik had je vrouw gevraagd waarom het moet. Zij zei van, als 500 auto's naar binnen komen, gaat het erg beschadigen. Maar als het erf gaat beschadigd, zei ik gezegd, het is met het geld van het schoolkast. Maar ik vind van wie heeft het geld in het schoolkast? Zijn de leerlingen en de ouders van dezezelfde leerlingen. En ze mochten niet naar binnen komen voor... En ze mochten niet naar binnen komen en wat ik erg vond, ik heb het gezien. Juffrouw stond hier de kinderen uit te lachen die naar buiten gingen. En ik vond het helemaal niet goed. Je wilde ook iets zeggen? Ik ben een van de kinderen. Ik ben een van de kinderen die was opgeroepen om naar binnen te gaan. En niet alleen juffrouw Dharamsingh moet weg, maar ook de directrice. En juffrouw Kruden, want juffrouw Kruden praat alsof je een kleine hond bent. Ik heb gehoord, die kinderen zijn niet hier, maar wat ik heb gehoord is dat ze... Die kinderen werden ook beledigd. Ze zijn 0,0. Een auto moest hebben geslagen. Ik weet niet, een heleboel dingen hoorde ik. En ze liegen voor de politie. Want een jongen zei dat ze hem hebben gezegd dat hij gaat worden afgeschreven. Maar toen de politie ze vroeg, hebben ze gezegd dat het helemaal niet waar is. Ze hebben dat nooit gezegd. Die jongen wil zelf afgeschreven worden. Waarom gaan die kinderen liegen? Waarom? We zien versterking. We krijgen versterking hier van de politie. Er komen nog meer politieagenten naar binnen. We weten niet wat het wordt. Maar... Ja. Oké. Okay. De mensen zijn dus dan, of de leerlingen zijn dus dan in protest. Ik zei het al, er komen meer politieagenten erbij. En we weten niet wat het allemaal wordt. We kunnen de directie nog steeds niet spreken. Mevrouw, hoe gaat het met u?
Het gaat heel goed met mij. De leerlingen zijn in opstand. Ja, dat heb ik ook gezien, want gisteren was ik afwezig. Eigenlijk weet ik niet wat er gebeurd is. Maar wat vind je van hun reden? Wel, weet je, recht voor één, recht voor allen. Dat is de enige wat ik kan zeggen. Dus hun hebben rechten, andere mensen hebben ook rechten. Als ze vinden dat ze onrechtvaardig behandeld worden, dan moet het zo zijn. Ja. Maar wat is uw ervaring met de directie van de school? Met de directie van de school heb ik geen problemen gehad. Maar de kinderen waren eerst hier dan ik. Ze kennen beter. Ja. Dus. Ondersteunen ze? De kinderen, ja, zeker. Ze willen dat ik de directie weg moet. Daarover wil ik niet praten. Nee, daarover kan ik niet praten. Men moet praten beide kanten om overeen te komen. Altijd moet er een overeenkomst zijn. Want het zijn twee handen die één moeten vormen. En dat moet zo zijn. Al ben ik ouder, al is zij kleiner, moeten we beide samenwerken. Dat is mijn praatje vandaag. Leerlingen worden beledigd. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet. Dat wordt gezegd. Hun zijn de leerlingen en zeggen wat met hun gebeurt. Ik niet. Je bent nooit beledigd geworden door de directie? Nee. Nee. Nooit onjuist behandeld? Nee. Ik ben een grote vrouw en ik ken mijn woorden tot wie ik praat. Maar in ieder geval, die ondersteunde leerlingen. Ja, zeker. En dat was dus dan de wachter. We gaan weer naar die ruimte, want we willen praten. We willen praten met de directie. Ze zijn nog steeds live vanuit scholengemeenschap Kwata. Waar we dus dan met de mensen praten over de situatie hier op school. Het is een drukte van je welste. Dag juf, dag juffrouw. Hoe gaat het met u? Toch? Je kunt geen les geven vandaag. Ja, blijkbaar. Ja. En les weer verloren. Wat maar ja, als... Begrijpt u de studenten wel? Ja, ik begrijp ze. Ze hebben ook hun rechten, toch? Ja. De directie moet weg. Zeggen ze. Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zeg ik niet. Dank je. Ja. Ja. We zijn nog steeds live vanuit SG, scholengemeenschap Kwata, SGK, denk ik zo. En we wachten nog steeds op de leiding, hoor, om even mee te praten. We hopen dat wij dus dan haar te woord, dat ze ons te woord kan staan. Alles kon op een regel, konden we echt op een rustige manier zitten uitpraten, maar zij hebben hiervoor gekozen. Zij hebben gekozen om ons te negeren. En daarvoor komen we op. En dan lachen ze binnen. En dan lachen ze. Dan lachen ze. Dan lachen ze. Want zij vinden dat wij iets kunnen doen. Ze lachen binnen. Dit deed zo kisten. Ze lachen ons uit. En dit mag niet. Dit mag niet. Dit mag je niet als een ouder doen. Als student. Op van de school. We zoeken naar meer leerkrachten hier op de school om mee te praten. Ze dokken voor ons. En we gaan proberen. We zijn live. Jullie zijn leerkrachten, hè? Ja, leerkrachten. Wat vinden jullie van de situatie? Nou, dit hadden we niet zien aankomen. Dit is heel erg. Ja. Begrijpt u de leerlingen wel? Ja, volkomen. Ik zou mijn kind ook niet in dat vies water laten lopen. Dus als ze dat gevoel hebben dat dat gedaan is, dan vind ik het heel erg. Ja, maar ik hoor ook andere dingen, dat ze beledigd worden en allerlei zaken. Eerlijk gezegd, ik was er niet bij. Mm-hmm. Ik heb het niet meegemaakt, dus ik kan dat niet beamen. Hoe ervaart u de leiding van de school? Nou, ik weet niet of ik het... ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen, maar... Laat me het anders zeggen. Ik doe mijn werk wel naar behoren. Ik weet hoe het hoort. Dus geen onrechtmatigheden. Ja. Maar dat ervaren de leerlingen wel? Ja, dat is hun mening. En als ze dat laten uiten, dan vind ik dat heel goed. Dus je staat niet erachter wanneer ze zeggen van de directie moet weg?
Nou, er moet een oplossing komen. Dat zou ik niet aan kunnen geven, want we willen een oplossing. We willen dat het... Kijk, we hebben lessen gemist. We moeten les geven en dat hebben we gemist. En we willen niet dat het zo doorgaat. Dus we willen verbetering natuurlijk. Ja. Juf, hoe gaat het met u? Goed. Hetzelfde. Het hoefde niet zo ver te gaan. Ja. Het kan misschien op een andere manier opgelost worden. Maar als die kinderen opkomen voor hun rechten, dan kunnen we er niets aan doen. Je staat achter hun? Moeilijke vraag, hè? Ja. Want nu zit je eigenlijk in een dilemma. Ja. Ga je je directie ondersteunen? Ja, ga je directie ondersteunen of ga je die kinderen ondersteunen? Maar ja, laat het maar hier blijven. Maar de situatie moet opgelost worden? Natuurlijk. Natuurlijk. Maar die kinderen missen hun lessen natuurlijk ook. Wij. En het blijft dan zo doorgaan. Er moet dan 100% een oplossing komen. Ja. Geeft u les met vreugde, met blijdschap hier op school? Ik ben altijd heel blij als ik mijn kinderen zie. Dat is belangrijk. De motivatie is er dus? Het kan misschien beter. Het kan beter. U bent heel mild wat dat betreft. Ik wil het zo houden. Dankjewel, Jo. Ja, die is heel voorzichtig in het kiezen van haar woorden. En we begrijpen dat wel. We gaan even checken wat wij hier krijgen. Waarschijnlijk komen ze ons spreken, hoor. Dat zullen wij dus dan ook doen. Goedemiddag. Ik ben agent de Port, ik ben van station Quatta. Ja. En van de directeur van de school hebben we vernomen dat ze de media niet op het schoolterrein willen hebben. En dat jullie... En, u moet niet in de... Ik ben live, ik kan niets eraan doen. Ik ben live. U dan achter de poort moet staan. Wij moeten weg dus. Ja. Oké, dan zullen we weg. Nou, de politie zegt dat wij weg moeten gaan. Ze hebben de opdracht gehad van de leiding van de school. En de onderdirecteur kunnen wij dus daar niet spreken. Ze willen dat ook niet. En meneer, het is DTV hoor, voor alle duidelijkheid. En ze willen dat niet. Wij gaan eruit, maar we hebben gebracht de leerlingen, de directeur, maar de onderdirecteur, we hebben haar niet kunnen spreken. Jammer, dus het verhaal van die kant hebben wij niet kunnen vernemen. Wij gaan eruit. Wij zijn gehoorzaam en wij gaan eruit. Wij gaan eruit. Yes. En zo gaan we dus dan deze live uitzending afsluiten. Vanuit scholengemeenschap Quatta. Hey, fijne dag! Ja, ja, en we gaan dus dan deze live uitzending dus dan beëindigen. We willen u bedanken voor het willen kijken. Oh, oké. Okay. We willen u bedanken voor het willen kijken naar deze live uitzending. We hebben nog heel wat items. Eigenlijk is ons schema helemaal in de war, want we zouden heel wat interviews doen. Bijvoorbeeld meneer Gadi zouden we nu al moeten interviewen over een initiatief of over ja, een initiatiefwet. En dat kan niet meer. Misschien brengen we dat naar morgen of een andere dag. We moeten ook Curtis Hofwijks interviewen. We hopen dat we dat nog halen. En andere mensen die wij nog moeten interviewen. We gaan naar de Jodenbreestraat. Blijft u kijken. Dit is DTV live. Er is weer een nieuwe aflevering van De Nieuwe Politiek. De NDP heeft later op de avond een benefit. Embisabo. Embisabo. Mibobo hidi wata. Dipo singibo kopondo nane. Chagotwe ase. Embisabo. Mamundu, mi bay achali, te mi pakisei, fade gansembe fu, kuleku, chao kochubi adete, udi watahedi, achali. Mbisabo, mi bebo di watapu, watapu pakiki, boslanti, ni ulombe, kaskiki, kapasike, chago tuwe ase. Mbisabo, mi bebo hi di wata, isingi de pepe kasia, Mbisabo. Make we a broco bondo. Oh, oh, oh. Make we a broco bondo. Broco bondo. Hey, broco mi hati a embushi. Broco bondo. Es un güe. Güe, güe, güe. Strana man me caruala. Uko. Broco bondo, make me bondo, kona wan.
baka, December fui singi. Na wasonde, ude na seka eti. No henda, use musu duen. Boko pondo da u, uda boko pondo. O woko, e u happy u egi seme. Asame du, na kimi kon. Sari tori, o sonang walo sani pori. Mede kide te sambe guatap sei bo kartap sei no fo atrako ei. Destra nang e fire, yun abde na mi zei fuka firpeng. Wisune mi tala de yu o fireng. Beki wi beki giwi pondo tide. De president zit wens, dus eigenlijk na Gridi Chanoutou, maar da. Vraag ik me af, sa oestukagi. Burgers in Oda Unesseki, we fugami. Sranama na Unumus setting. Anoutou big grus, Makandra umfetting. Makandra usawina feti, want if na pramisi we wachti, nooit sa nesse. Alles van de water, ja, we kunnen niet naar school. Ik kan niet naar het werk, hoe verdien ik nu mijn brood? Op mijn eigen erf moet ik varen met de boot. Ik wil het niet eens zeggen, maar ik zweer, we zijn in nood. Het water was niet zoger, we kunnen het niet peilen. Water in mijn ossen en we kunnen het niet dweilen. We kunnen wel verhuizen, maar waar gaan we blijven? Je kan me iets aanbieden, maar het liefst wil ik mijn eigen. Pika, hoe nou maar liep zo? Waar ik je de meeste verstand? Hoe nou maar liep zo? Wat trek we naar ons af en we dan? Hoe nou maar liep zo? De keer de gronjang, sa omjang. En aget lek de massa moet zitten in span. Hoe nou maar liep zo? Waar ik je de meeste verstand? Hoe nou maar liep zo? Wat trek we naar ons af? Uno malipso. De gier de gronyansa umyang. En I get like the massa musete nespan. So we live, so we live, so we live. Denkina, denkina G-Dog. We were this masking. Biggie Wang, middle mat of Nangapching. Terwijl Uda foto jaso edring in wing. Broke up on the din, watrama wa one family. Wa one family. Kono lip des maso, kodu wansani. Kosor de wantori, kosor da lobby. Kosor de stak, akondre ya na lobby. Bekar sarnang, fu ondersteun a EPDC. Ma fu saide, if you aksyu strefi. A ontwikkeling sarnang, wan bo ontwikkeling. Winsu abu am chin stagnasi no. Maar aan het ontwikkeling van Sarnang, als je kijkt naar een attractie in een regio, dat Sarnang bij de op de konden zijn wat gaan visie. Boem voor sma en vergeti, vloeko, bij abon kmoepo. Als stuw dan zijn kong, na sumo u sumo de sma presi, u sumo de sma na gala de obja, u sumo de sma na gala de kraman voeding. En na energie dat die nou, met jara boem ontwikkeling. Maar kon je lukken dat ik lukken dat des massa jeep akkonden al die tijd. Dan nu te noemen, dat onderlijk sarnamen. Goed doen aan Sambaka.